Oké, Joris, goedenavond. Deze video maak ik speciaal voor jou. Ik ben hier nu aan het Gemco Car Center, zoals je daar kunt zien. Het is laat, het is hier een drukke weg, er zal redelijk wat lawaai zijn. Het is laat. Ik was op weg naar huis, ik heb honger, ik heb een hele dag gewerkt, ik moet naar het toilet ook. Maar speciaal voor jou ben ik in een afslag verder doorgereden. Moment, zo, want... passeren net containers. Speciaal voor jou ben ik dus één en afslag verder doorgegaan om aan deze garage uit te komen. Dat is wat vrienden doen voor elkaar. Ja, mensen die kijken, die niet Joris noemen, jullie mogen ook kijken. Ik denk dat Joris daar zelf ook geen probleem mee heeft. Maar dus die Gemco, dat was vroeger een... Volkswagen garage. Je ziet daar onder andere nog allemaal Volkswagen staan. Daar ook. Ja, daar eigenlijk ook. Maar ze hebben hier ondertussen ook allemaal andere merken te koop. Ik weet zelf niet wat merk dat is. Maar het beperkt zich in elk geval niet meer tot Volkswagen. Maar ik ken dat hier omdat mijn vriendin vroeger een Volkswagen, een Golf 5, zo. Ik zal een foto plaatsen. Oudere modellen dan de die in elk geval, maar een Golf, ik denk dat het een 4 of een 5 was. We hebben nog stoten mee uitgehaald in Italië ook trouwens, in de bergen oververhit geraakt. Maar vandaag wil ik u deze auto laten zien die hier te koop staat, een klassieke Porsche in een hele mooie kleur. Op zich staan er zo wel meerdere te koop, maar deze is gewoon echt in een kwinje mooie kleur. Ik heb er niet zo heel veel van, want dit is volgens mij nog een luchtgekoelde 911 Carrera. Oh kijk, voilà, handig. Het staat er van achterop een 912. Daar hoef ik er niet eens zo heel veel van te kennen. De mensen die er wel veel van kennen, laat gerust in de comments nou wat voor type dat is en dergelijke meer. De prijzen gaan gemakkelijk naar 36.000 euro van dat soort type auto's. Kijk, heel het interieur is ook nog authentiek. Bijna comfortabel, wel authentiek. De kilometerstand is al een deftige 71.000. 36.000 vragen ze ervoor, dat is eigenlijk niet zoveel, denk ik. Het is wel maar een 4-cilinder. Wagen in vrij goede staat met wat verfrissingswerk. Amerikaanse afkomst, dus het is wel een import. Dat ook op Autoscout. Ik heb hier al een paar keer gestaan. Maar toen stond hem nog niet te koop. Nu staat er ook een prijs bij. Als je minder budget hebt, kunnen voor minder populaire modellen zoals deze 914 gaan. Maar dat vind ik echt wel een mooie. Ik zal ook een paar links in de beschrijving plaatsen van Instagram accounts die ik volg, die allemaal chique oude Porsches hebben. Ja, de takeldienst komt juist toe.